maar met een hele kleine scène uit ons verhaal. Het is een decorstuk in de theatervoorstelling. Dus we zetten de mensen worden ontvangen bij de trein en dan geven we eigenlijk aan dat de trein niet meer rijdt. En dat we met z'n allen een maaltijd krijgen omdat we niet meer terug kunnen komen. Jongens, dat zijn wij van 13 in een dozijn. Dood gewoon niks aparts. Jongens, 13 in een dozijn. Jongens, zoals jongens gewoon. Deze trein komt uit 1954. Past die dan wel in een verhaal dat gaat over de oorlogsjaren? Deze trein is weliswaar van 54, maar het model is ook van eerder. We maken toneel, dus je moet je er ook een beetje bij voorstellen dat het de trein uit 44 was. Ik heb even in de cabine kunnen kijken, maar dat is allemaal nog zoals het was. Heeft u zelf ook even weer mogen sturen? Ja, even zitten, maar ik weet nog precies waar die knoppen allemaal voor zijn. Links zat de rem en rechts zat het gasgeven. Zo is het verhaal in ons allemaal. Muziek stopt nooit.